In Gent zijn 600 vrouwen dakloos. Ik ben Evelien en ik wil hier iets aan doen met het project Huis 4B. Als je rondloopt in Gent zou je het niet zeggen, maar er zijn 1800 personen dakloos in Gent. 1/3 van hen is vrouw. Enkele van die vrouwen proberen wij te ondersteunen. Met bad, bed, brood en begeleiding. Ons project is Huis 4B. In dit huis wonen verschillende vrouwen met verschillende achtergronden. Elk hun eigen rugzak, elk hun eigen verhaal. Sommige van hen zijn nog maar enkele weken of maanden dakloos, anderen al jaren. We are in women's house, which is I just start to live there. Ons huis die Evelien met haar project IHVV gestart heeft voor meisjes zonder papieren, eigenlijk zonder huis. En nu wonen we hier met drie eigenlijk, met drie meisjes die zelfde beetje probleem hebben. Ik ben 20 jaar. Ik woon in Togo. En nu ik ben Belgium en woon in meisjeshuis. Meisjeshuis, ja. We hebben geen huis, geen papier. Daarom we woont hier nu. En ik woon hier alle 1 jaar. Dat is heel leuk, heel goed voor mij. Ik ben blij. So everybody is so happy because all of us stay in the streets. We live in the streets. So when we get a place as a home that we call our own, we are so happy and we are grateful from it. Die huis is heel belangrijk voor ons. Hier is te veel mensen, te veel meisjes. Geen huis had op straat en dat is niet goed. De eerste keer toen ik naar de nachtopvang ging, was ik in shock. Want ik maakte het eerste keer mee. Ik voelde mij niet veilig, want daar waren veel mannen die gelijk gedronken zijn en die ruzies maken. Dus ik voelde mij niet echt veilig. Voor ons was het heel belangrijk om een thuis te kunnen aanbieden. Niet enkel een huis, maar ook een thuis. Na een heel lange periode in de nachtopvang of op straat is het heel belangrijk om u welkom te voelen en ook een eigen plek te hebben. Elk meisje heeft een eigen kamer met een eigen nieuwe matras. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is om hun een thuis aan te bieden. Maar ook dat die plek echt van hen is heel nieuw. Ik heb mijn kamer, mijn eigen kamer. Ik slaap goed. Persoonlijk voor mij betekent dat superveel. Want voordat we naar deze huis kwamen, was het voor ons moeilijk. We hadden moeilijke tijden gehad. Hier hadden we ons rust gevonden, ik en mijn mama. Er zijn in dit huis 7 kamers. We hebben hier ook geen kinderen uitgesloten. In het eerste meisjeshuis zijn het enkel jonge vrouwen. Hier zijn ook jonge moeders met kinderen. 1, 2, maximum 2 kinderen. Dat zijn jonge mensen die die begeleiding, die ondersteuning verdienen. De 4B, 4B's, bad, bed, brood. Maar ik voel, los van alles wat we hier het materiaal dat we aanbieden, dat die begeleiding zo belangrijk is. Naar hier komen, samen rond de tafel zitten, samen dingen delen, dat zorgt ervoor dat we stappen vooruit kunnen zetten. Nu gaan naar de school en werk ook. Ben blij en vrij. Ik hoop dat dit project nog jarenlang kan, niet enkel 1 of 2 jaar, maar dat het nog meer en meer verder kan, want mensen hebben met de jaren nog veel hulp nodig. Niet alleen wij, maar andere meisjes ook nu en zal misschien binnen een paar jaar ook nodig hebben. Dus ik hoop dat ze ook dankzij een project van IHVV verder hulp kunnen krijgen, zoals deze warme huisje. En dit project helpt girls to make girls organize their life, and then they can start to organize their life for studying and working. Baby, ja. Vroeger ik lag niet en nu doe ik
laag in meisjesras. We doen dit niet alleen. We doen dit samen met heel veel vrijwilligers en samen met donateurs. Want zij zorgen ervoor dat we het huis kunnen huren, dat we de rekeningen kunnen betalen en dat we een thuis kunnen aanbieden aan deze vrouwen. I know what it means for someone to be in the street is not good. So I don't want my colleagues or somebody like me to be in the streets anymore. So if I have the opportunity for me to take somebody out of that street, as someone take me out of the street, I will do it. That is my dream, to help. Mijn droom is help de mensen. Als mensen dit filmpje zien, kunnen ze ons helpen door te doneren. Een financiële gift vanaf €40 is al fiscaal aftrekbaar. Vaak voor ons geen grote moeite, maar wel een wereld van verschil voor dit project.